Welkom Aart. Hey, dankjewel. Wat fijn dat je hier bent. Je hebt vandaag een lekker wedstrijdje gespeeld. Helaas wel 3-0 verloren tegen Lycurgus. Hoe vond jij het gaan? Ja, een beetje dubbel. Als team is het jammer dat je 3-0 verliest natuurlijk. Maar ik heb zelf wel lekker gespeeld. Dus dat is dat is dan een beetje dubbel, zeg maar. Dat je denkt... Zo hier en daar een mooie aanval en lekkere blokjes tussendoor. Hoe ga jij altijd de wedstrijd in? Ja, nou, het is altijd wel... ik probeer een beetje de boel op te zwepen, zeg maar. Dus dan, dan kun je iedereen... Als ik met het inlopen geef ik altijd iedereen een high five. Dat is mijn tik, zeg maar. Dus ik moet, als ik ingelopen heb, moet ik iedereen een high five hebben gegeven. En dan wordt het een goede dag. Dat is hoe ik me voorbereid. Dat is de enige wedstrijdvoorbereiding die je hebt? Nee. Natuurlijk de hele riedel met het kijken van video op maandag. En dan komt er een gameplan uit en dat bekijken we. En dan vervolgens, nou ja, dat is de strategische voorbereiding. Maar mentaal zit ik er lekker in als ik weer goed ingelopen heb. En hoe vond jij de tegenstander Lycurgus vandaag? Ja, het was een beetje mat aan hun kant. Het is jammer dat je krijgt gewoon een aantal kansen tegen toch wel een goede tegenstander. Ik denk dat het hun ook wel aan te rekenen is. En het is jammer dat ze op het juiste moment Benny Tuinstra er een paar keer een fantastische serie in serveert. Dan sta je toch weer 10 punten achter. En dat kun je gewoon echt niet hebben tegen zo'n tegenstander. Dat is, dan kom je er niet meer bij. Ik heb de naam Benny Tuinstra veel gehoord vandaag. Was hij de man of the match? Nou, hij was vooral serverend. Maakte hij zowel in de tweede als in die derde set een serie die echt het verschil maakte. Dus ik denk dat dat maakt hem wel man of the match. Ik weet niet of hij... Volleyballend verder ook, dat weet ik nooit zo goed na een wedstrijd. Maar, En wat vond je van jullie plan, uitgevoerde plan? Is het uitgevoerd of niet? Gedeeltelijk. Ik denk dat de blokkeerstrategie en de verdedigingsstrategie hebben we wel uitgevoerd. Maar ik denk dat er nog wat meer vuur in kunt dat vandaag. Dus strategisch klopt het wel, denk ik. Maar je ziet gewoon dat we heel weinig verdedigend hebben. Bijvoorbeeld. Dat heeft ook met vol ervoor gaan te maken. Want ik zie dat jullie serverend nog niet heel erg veel druk bij de tegenpartij neerleggen. Er zijn weinig foutpases geweest van Lycurgus kant. Komt dat omdat Lycurgus zo goed kan pasen? Of komt het omdat jullie niet de goede serveerskills hebben? Ja, ik denk dat we vandaag serverend heel erg zoekend waren. Inderdaad, we hebben steeds een ander speler als target genomen. Er was eigenlijk niemand die echt een week die we echt omver kregen. Dus... Is dat aan ons aan te rekenen dat we niet moeilijk genoeg serveren? Of is dat hun aan te rekenen dat ze... Ik denk dat we alle spelers inmiddels wel geprobeerd hebben. En uiteindelijk hebben we niet iemand gehad die we echt de wedstrijd uitgeserveerd hebben. Zeg maar. Er waren wel een paar moeilijkere passes, maar... Hoe zorg jij ervoor dat jij elke week in de basis begint? dat is goed hard trainen. Dat is natuurlijk uiteindelijk moet je daar laten zien wat je kan. En moet je het in de wedstrijd laten zien dat het er ook uitkomt, zeg maar. Dat is... dat is waar het uiteindelijk om draait. Uiteindelijk moet je goed volleyballen. Dat is the only way om in de basis te komen. En dat gaat natuurlijk goed, zo te zien. Ja, deze week wel. Vorige week vond ik het zelf minder. Maar ik ben heel blij dat ze... afgelopen week hebben we heel veel met snel aanvallen geoefend. En dat ging vandaag juist heel goed. Dus dan ben ik blij dat dat er goed uitkomt vandaag. Er is vandaag volgens mij ook relatief veel over het midden gespeeld. Heb ik dat goed? Ja, juist ook omdat het lekker liep. Ja, dan merk je dat, dat ze je ook meer opzoeken. Dus de komende weken de bak weer vol aan de bak en dan binnen. Ja, dit doorzetten, nog een paar extra blokjes en dan ben ik tevreden. Zodat jij straks de meeste killbloks op je naam kan laten staan. Nou, dat lijkt me briljant inderdaad. Nou, heel veel succes de komende weken en tot ziens. Is goed, dankjewel.